Nadat Machiavelli's rol in de Florentijnse politiek was uitgespeeld, kwamen de Medici's opnieuw aan de macht. Er brak een chaotische periode aan waarin nazaten van Lorenzo de Medici elkaar snel opvolgden. Toen de laatste de Medici uit de hoofdtak overleed, was er nog maar één mannelijke de Medici over. En die kwam uit de zijtak van de Medici. En zijn naam was Cosimo de Medici. Ofwel Cosimo de Eerste, omdat bij hem een nieuwe familielijn begon. Een stamboom eindigt wanneer er in een gezin alleen maar dochters worden geboren of wanneer de zoon geen kinderen krijgt. Bij een buitenechtelijke zoon kan de stamboom nog wel worden voortgezet en wanneer de zoon de achternaam krijgt van de moeder, begint bij die zoon dus een nieuwe stamboom. Nou, de macht van de familie de Medici die is echt zichtbaar in het stadje San Giacomo Terme. Ja, deze toren, deze kerkklok eigenlijk, wat het symbool is van dit stadje, werd in 1557 vernietigd door de familie de Medici. Er stond een andere toren. Ja, de Medici had ook een privéleger, die dus de macht van Florence wilde uitbreiden over heel Toscane. En wat er gebeurde was vervolgens dat ze het stadje eerst met de grond gelijk maakten. En vervolgens op eigen kosten dan ging herbouwen. Zodat alles dan in het bezit kwam van de Medici. En zo gingen ze eigenlijk in feite te werk. En Cosimo is dan de belangrijkste de Medici en meest bekende de Medici die geleefd heeft. Maar zijn macht is echt goed zichtbaar in dit echt prachtige stadje. Waarbij je dus echt een adembenemend uitzicht hebt over het landschap. Hè? En het was Cosimo de Medici die de macht van de Medici's in de Florentijnse Republiek herstelde. Onder zijn bewind werden Palazzo Uffizi en het Palazzo Pitti gebouwd. En zijn verdiensten waren zo groot dat paus Pius V in 1569 een pauselijke boel uitvaardigde die ervoor zorgde dat Cosimo de groothertog werd van Toscane. En daarmee was Cosimo niet alleen de machtigste man van Florence, maar ook van de onafhankelijke steden Pisa, Lucca, Siena en Arezzo. En zij besloten zich samen te voegen in de nasleep van de Italiaanse oorlogen die 65 jaar hadden geduurd. De steden wilden dit niet nog een keer meemaken en besloten hun krachten te bundelen. Na de dood van Cosimo werden twee van zijn kinderen groot hertog. Tussen 1574 en 1587 was Francesco de groot hertog. En na zijn dood nam zijn jongere broer Ferdinando het stokje over, omdat Francesco alleen maar dochters had gekregen. En zijn enige zoon was al jong overleden. Ferdinando had wel een zoon, Cosimo II, en hij werd onderwezen door Galileo Galilei. En toen zijn vader in 1609 overleed, werd de 19-jarige Cosimo de nieuwe groothertog. En hij was vooral geïnteresseerd in astronomie en bouwde in het Palazzo Vecchio een geheime ruimte waar hij zijn hobby kon uitoefenen. Mijn favoriete ruimte, de hal van de geografie in het Palazzo Vecchio. En je ziet hier voor een wereldbol. En de vraag is of deze wereldbol voor, tijdens of na het leven van Galileo Galilei was. En je kunt je voorstellen dat in de 16e eeuw, toen Cosimo de Medici leefde, dit een hele grote discussie was. Of de aarde plat of rond was. En Galileo Galilei stelde dat de aarde rond was. Hè? Galileo Galilei, die trouwens ook in Florence woonde. En Cosimo de Medici, die geloofde blijkbaar Galileo Galilei, maar aan de andere kant beheerde hij dus het geld van de paus. En was hij dus de bankier van het Vaticaan. Dus hij kon natuurlijk niet naar buiten toe zeggen dat de aarde rond was. Want dan zullen ze waarschijnlijk vanuit het Vaticaan gezegd hebben dat ze dat niet meer het geld door de Medici wilden laten beheren. Dus ja, dat moest gewoon echt geheim blijven. Hey, kijk eens aan de muren hoe nauwkeurig die kaarten zijn. Hè? Je ziet hier bijvoorbeeld de kaart van Frankrijk. En de kaart van Duitsland met een stuk Nederland erop. Hey, dit was dus voordat de satelliet uitgevonden was. Voordat het vliegtuig er was. Hey, dit is gewoon door de mensen die toen leefden, is dat gewoon getekend.
Ja, en dit waren echt, echt kostbare stukken. Heel duur. En de Medici verzamelden dit. En dit was waarschijnlijk echt een grote hobby van hem. En hij moet echt heel veel tijd doorgebracht hebben in deze kamer. Nou, Cosimo II werd niet oud, want hij overleed al op 31-jarige leeftijd aan tuberculose. En zijn zoon Ferdinando II, die nog maar 10 jaar oud was, werd groot hertog. Uiteindelijk zat hij 49 jaar op de troon en tijdens zijn bewind had Toscane te maken met een economische neergang en kreeg Toscane in 1630 te maken met de pestepidemie die 10% van de bevolking uitroeide. Ook trad hij op als beschermheer van Galileo Galilei en hield hij hem in Florence om uitlevering naar Rome te voorkomen, naar aanleiding van zijn pas uitgekomen boek Dialogo, die door de kerk als ketters werd beschouwd. Galileo werd verzocht naar aanleiding van dit boek voor de inquisitie te komen, waarbij een zekere doodstraf werd omgezet in een huisarrest. Na de dood van Galileo wilde Ferdinando zijn resten begraven hebben bij de overige leden van de Medici, die allen zijn begraven in de basiliek van San Lorenzo. Na bijna 50 jaar op de troon werd Ferdinando opgevolgd door zijn zoon Cosimo III en van hem weten we dat hij een groot kunstliefhebber was en door heel Europa reisde om zoveel mogelijk kunst aan te schaffen. En het meeste wat in het Uffizi hangt is ook aangeschaft door Cosimo III. We hebben het zelfportret van Rembrandt die door Cosimo III is aangeschaft. Dus ja, hij is er speciaal voor naar Nederland gekomen om dit schilderij te kopen. En hangt dus nu in de Uffizi galerij. En Cosimo III verbleef bijna 7 maanden in Nederland. En kocht dus ook allerlei kunst aan hè, vanuit Nederland. En waaronder dus werken van Rembrandt. Cosimo III werd de langzittende groothertog. In totaal zat hij 53 jaar op de troon en werd hij opgevolgd door Giancastone, die de laatste de Medici werd.